En het Hof van Justitie heeft een beleidsdocument ontwikkeld voor de komende jaren. Namelijk de speerpunten van het beleid van de rechtspraak 2020-2025. Ivan Rasoul-Baks, waarnemend president van het Hof, zegt dat dit plan is ontwikkeld aan de hand van de verwachte groei van rechtszaken, de trage doorloop van aanhangige zaken en de achterstand op uitspraken. Rasoul-Baks hoopt dat het beleidsdocument en de ingediende begroting ongewijzigd worden goedgekeurd. Het is namelijk vaker voorgekomen dat er zonder overleg gesneden is in de begroting van het Hof. Met de bedoeling gestage groei in en van de rechtspraak voor wat betreft snelheid, efficiëntie en effectiviteit, deskundigheidsbevordering, toegankelijkheid en transparantie te bewerkstelligen voor deze natie in de komende 5 jaren. In dit document heeft het Hof niks aan het toeval overgelaten en met van alles en nog wat rekening gehouden. En waar nodig in programma's, projecten verwerkt of nog te verwerken de komende tijd. Ik noem enkele uitermate belangrijke beleidsmaatregelen die binnen het kader van deze speerpunten vallen. Versnelling en structureel wegwerken van achterstanden in uitspraken. Versnelling doorlooptijden van procederen in beide instanties, eerste aanleg en hoger beroep. Versnelling afgifte van vonnissen en beschikkingen. Versterking van de deurwaarderij voor wat betreft beslag- en executietaken. Rasoul-Baks zegt dat er zonder overleg met de rechtspraak is gesteden in de begroting van het Hof tot 2020. Hij hoopt dat deze gewoonte tot het verleden gaat behoren en dat de regering het pad van overleg zal volgen. Willen wij daadwerkelijk goede, snelle en aan de tijd en omstandigheden beantwoordende rechtspraak hebben in deze natie? Een ander obstakel tot dan was ook de trage, onregelmatige en beperkte beschikbaarstelling van het goedgekeurde budget door het parlement aan de rechterlijke macht. Bij wet goedgekeurde budget, daar was heel moeilijk om over te beschikken. Ik hoop dat dat verandert. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoul-Baks. Hij sprak gisteren in de congreshal bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Hof van Justitie.